Fire movies. Yo, what up mensen, het is Banjo Beauty Allens 92 Roppelkopter met een spiksplinter nieuwe video. Na alle leuke en positieve reacties op mijn hoe laat ik mijn man op George Clooney lijken video van vorige week, doe ik deze week een ochtendroutine. En omdat het zomer is, doe ik niet zomaar mijn ochtendroutine, nee, ik doe mijn winterochtendroutine. Elke ochtend begin ik met het doen alsof ik net wakker ben, want het is ook zo, ik film mezelf graag als ik slaap. Ik word altijd rond een uur of één wakker omdat ik nooit echt de dwang heb gevoeld om mezelf in te zetten voor een betere maatschappij. Als ik dan net wakker ben, is er maar één ding waar ik dan echt heel gelukkig van word. En dat is mijn odol. Ik hou van mijn odol en ik zet hem graag aan mijn mond. En als ik klaar ben met mijn odol, dan ga ik lekker de kamer in. Als een echte chef-kok op weg naar de keuken. Meestal word ik wakker met zo'n grote kater dat ik eigenlijk niet echt zin heb om te koken. Dan pak ik gewoon het eerste wat ik kan vinden. En dat is in dit geval bier en patat. Ik maak het bier open en ik doe het lekker in de pan. Bier uit de pan is natuurlijk niet te eten, dus ik doe er ook wat patat bij. Dit giet ik lekker in een bakje en dat neem ik mee. Aan tafel kan ik dan lekker smullen met mijn patat wat vers uit het bier komt. En om het net opgewarmde bier uit de pan te drinken, zet ik meestal de kom aan mijn mond of ik pak een lepel. Ik ben er eentje. En zoals elke beautyblogger heb ik natuurlijk ook een poes. Alleen, die heb ik voor het laatst gezien 2 maanden geleden. En soms, heel soms tijdens het eten, dan denk ik nog wel eens aan hem. Als ik die kleine bruine haarbal ooit weer vind, zal ik het jullie zeggen. Na mijn ontbijt ga ik meestal douchen. Oh kijk, het natte putje van de douche. Lifestyle en beauty is niet een hobby van mij, maar een passie. En daarom douche ik mezelf dus ook met speciaal verzegend water uit de hoogste bergen van de Himalaya's. Door monniken gereinigd en onderhouden door de zuiver reinigingsinstallatie van Max Havelaar in Zimbabwe. Ik betaal er wel 8 keer meer voor al dat water. Maar geen zorgen, want ik zet natuurlijk een emmer op de grond neer om water op te vangen. Dat water geef ik dan aan mijn gasten die langskomen en wat willen drinken. Zo bespaar ik toch wat geld. Na het douchen ga ik meestal eerst raar doen voor de spiegel. Kijk, ik doe raar. Ik ben er eentje. Na het gek doen ga ik lekker mijn tanden poetsen. En poetsen. En poetsen. En poetsen. Totdat ik flauw val. En na al dat bloedverlies moet ik nog 1 keertje douchen. Na het douchen ga ik mijn kleren kiezen. Mijn klerenkast, die is in de woonkamer. Ik wil mijn grond graag schoonhouden, dus leg ik alles op tafel. Ik heb een moeilijk geavanceerd systeem bedacht om te kijken welke kleren ik niet aan kan en welke ik wel aan kan. Zo, kijk, dit is mijn outfit of the day. Hele mooie sokken in modieuze sandalen met een heel kort broekje. En met zo'n leuk broekje kan natuurlijk zo'n gek shirt als dit niet ontbreken. En dan heb ik ook nog een keer deze matchende zonnebril. Wauw, ik zou mezelf doen. Als ik me fris en fruitig voel, ga ik het liefst naar buiten om te genieten van het zonnetje, de mensen en de goede sfeer op straat. Als mijn portemonnee en de sleutels niet gestolen worden, dan ga ik rennen naar huis. Oh kijk, hier glip ik snel naar binnen. Er waren die dag maar 3 mensen omgekomen. En als ik weer binnen ben, pak ik mijn yogamat en sportspullen. Zo, lekker uitstapelen. Dan pak ik mijn telefoon en maak ik heel veel selfies. Dit zodat niet alleen al mijn vrienden en familieleden denken dat ik heel veel sport, maar ook al mijn kijkers op YouTube. En dan is de middag er alweer bijna en dan pak ik nog 1 keer mijn odol en die doe ik goed in mijn broekzak. Mijn bier en patat doe ik in een plastic zak zodat ik die altijd mee kan nemen. Pak ik ook nog de douche emmer voor het geval iemand dorst heeft. Doe ik mijn blonde pruik op, mijn jurkje aan en ga ik als vrouw over straat. Bedankt voor het kijken naar mijn video. En een hele dikke yo, what up gasten, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Banjo Movie. Na een half jaar is het eindelijk weer terug. Sorry dat ik een half jaar niet heb geüpload, maar ik heb in de tussentijd gewoon heel veel video's gemaakt voor mijn vrienden. Zoals deze video van vandaag. En neem deze video ook niet te serieus. Het is een kleine knipoog naar beauty gurus die altijd ochtendroutines doen. Ik kan er heel erg van genieten, maar ik wou toch ook een parodie maken, dus bij deze. Vond je hem leuk? Geef hem vooral een duimpje omhoog hier beneden. Abonneer vooral hier beneden en deel deze video met alle vrouwen die jij kent op aarde of mannen. Zodat mannen eindelijk een keer een ochtendroutine kijken. Of met alle vrouwen, zodat vrouwen weten wat er raar is aan een ochtendroutine nadoen. Op Banjo Movies is terug. Ik heb er heel veel zin in. Volgende week zondag ben ik er weer in de loop van deze week. Een bonusvideo. Dus abonneer vooral hier beneden. En deel deze video met al je vrienden.
Bedankt voor het kijken. En wij gaan weer knallen op Banje Movies. Het klinkt zo raar. Na een half jaar. We gaan weer knallen. Later! Banjo Movies every Sunday at 2:00.